Hoi, een heel warm welkom voor alle nieuwe en vaste volgers. Deze week vertellen we iets meer over ons nieuwe werk, waar we deze week al heel druk waren. De eerste aardappelplantjes komen boven en we maken een hele tour door de tuin. Welkom bij een nieuwe vlog van Familie van Zwolle in Zweden. Toch een keer de sprong wagen. Dat ga ik doen. Nou, daar staat hij. En de andere augurken. Kijk, die zijn mooi, hè? Het is vandaag 20 mei. En wij hebben alle mooie oogst aan augurken. Ik ga ze nu gewoon in de kast zetten. Kijken hoe het gaat. Nou, onze eerste oogst. Wauw. En het is nog niet eens juni. De jongens spelen dat ze een vuurtje gaan stoken. Iets verder van het vuur, zegt Robert. Thijs maakt het vuur aan. Fien wil spelen. Nina is er niet helemaal van gediend, geloof ik. Zo gaat de hele dag al. Fien vindt het alleen maar leuk. Hier gaan we werken. Cool, hè? Dit is ons nieuwe project. Het cafeetje in Lindros. Dit is het kleinste cafeetje in Zweden. Oorspronkelijk was het dat eerste gedeelte, het eerste gebouwtje. En eigenlijk waren het er maar 2 stoelen als café, zitplaats. Inmiddels is het natuurlijk uitgebreid met dit stuk. Keuken en van alles. Dit is een B&B. En die bus daar, dat wordt ook een B&B. Een soort tiny house. Gaaf, hè? Er moet nog wat aan gebeuren, maar dat komt goed. Nou, en de midget golf, of mini golf eigenlijk. Hier zijn onze kinderen wezen spelen vorig jaar met school. Dus... In juni gaat dit gebouw open, gaat het café open. We gaan er eens eventjes wat van maken. We moeten het schoonmaken en nou ja, er moet nog van alles gebeuren. Heel leuk. Dick hoopt onder andere de bus klaar te maken voor de verhuur. Maar eerst zorgen we dat het café en de minigolfbaan open kunnen. Afgelopen week is het gras gemaaid, alle vriezers, koelkasten en andere grote keukenapparaten schoongemaakt. Er is onkruid gewiet en nog veel meer.
Volgende week hopen we in onze vlog veel meer te laten zien. En ook van binnen. Ik hoop dat je dan weer kijkt. Deze week moesten de kinderen naar de tandarts. Er is een plan gemaakt en de voorbereidingen zijn begonnen voor een beugel voor de oudste twee. Dat is fijn. En wat ook fijn is, is dat de tandzorg en de orthodontie voor kinderen onder de 18 jaar gratis is. Dat is geweldig nieuws. Dit zijn ze ringen. Dit bloempje lijkt wel een peer te gaan worden. Kijk, een beetje verdikking. Dat zou leuk zijn. Dat hebben we vorig jaar neergezet. Zou het tof zijn als we dan toch al één of twee peren kregen. Eens kijken, heeft hij dat ook? Deze lijkt wel... Die lijkt wel iets te verdikken. De bloem zat er niet in hoor. Nee, er zat niet heel veel bloem in. Nou. Niet gek voor een eerste jaar, toch? De peultjes doen het goed, tenminste deze althans. Maar deze is een beetje, hoe zeg je dat? Nou ja, op zijn eindje. Die gaat niet redden, denk ik. Maar de rest die doet het goed. Hier zijn boontjes gezaaid, geplant bedoel ik. Daar en daar. Die doet het heel erg goed. Die gaat eerst het bloemetje ook al maken volgens mij. Kijk, er komen bloempjes aan. De worteltjes, die doen het goed. En de uitjes doen het ook goed. Ik weet niet of je ze goed kunt zien, zo klein zijn ze. Ja, er komen nog elke keer nieuwe worteltjes boven, dus ik ben heel benieuwd wat er, hoeveel het uiteindelijk gaat worden. Pomponnen, die doen het goed. Die doen het uitstekend. Alleen, ja. Hier is het blijkbaar toch te koud voor de courgettes. En ik heb er al een paar vervangen, omdat ze dood waren. En de afgelopen nachten heeft het niet gevroren. Ondanks dat we het goed in de gaten houden, redden ze het toch niet. En het gekke is, of eigenlijk wel bijzonder, dat de rijen die daar, dus de pompoenen die daar staan... Die doen het prima. En de laatste twee courgettes ook. Die zien er ook nog redelijk uit. Maar deze vier hiervoor, dat is echt elke keer drama. Onze theorie, kom ik weer met mijn theorieën, is dat de muur zoveel warmte opslaat. En daar ook, dat deze plantjes het allemaal prima vinden nog, 's nachts. Ja. Dus we moeten toch maar eens even bekijken hoe dat... in de toekomst gaan doen. Want misschien moeten we gewoon meer langs de rand gaan planten. Ja. Ik ga ze nog laten staan. In de hoop dat ze nog weer wat bijkomen. Want ik heb niet zo heel veel plantjes meer. Ik heb ook verkocht. Ik heb wel weer nieuwe gezaaid hoor. Maar het gaat al niet zo hard. Ja, doen Thijs. Yes. Ook pioenrozen. Daar hadden we al een heel deel van uitgehaald, want die stonden helemaal hier. Maar hier wilden we de bessen hebben. Dus een heleboel hebben we daar geplant. Zo, hier.
En deze zijn wel gekomen. Dit zijn die andere pioenrozen. En kijk daar eens. Die prachtige papavers. Mooi hè? En er staat nog heel wat in de knop. Dus het wordt hier zometeen één rode gloed. Hi Dick. We vonden nog iets geweldigs in onze tuin. Kunnen jullie raden wat dit is? Dit zijn asperges. Groene asperges. Blijkbaar zitten hier wortels van asperges. En daar kun je zelfs 10 tot 12 jaar van oogsten. Onder de juiste omstandigheden. Kijk eens. Oh, dat is leuk. Maar ja, dat is wel heel erg gaaf. Dus die gaan we eens eventjes, daar gaan we ons in verdiepen. En wie weet kunnen we volgend jaar asperges oogsten. Dit jaar twijfelden we. En vonden we ze heel ielig. Dus we zeggen, nou, we wachten even tot ze een zaad hebben gemaakt. En dan gaan we dat oogsten. En gaan we ons verdiepen in het kweken van asperges. Dat zou tof zijn. Nou, de bessen die doen het goed. De reudawienbeer doet het goed. Kijk dan. Er zitten gewoon al besjes aan. Tof, hè? En hij zit vol. Dus die gaat goed. En we hebben hier wilde leliën. Daar moet je mee uitkijken, want die zijn giftig. We hebben hier die blauwe, Amerikaanse blauwe bosbes. Die doet het ook goed. Er moet alleen wat water, zie ik. Hier nog eentje. Die doet het ook goed. En dan hebben we een heleboel klaprozen hier. Ik heb hier trouwens tussendoor ook nog dille gezaaid. Hopelijk komt het ook nog op, want het schijnt goed tegen... luister zijn. En hier heb je de aardappels weer. Nou, deze doen nog niet zoveel. Daar zien we nog niet zoveel boven komen. Of eigenlijk niks. Maar hier dus wel. Cool, hè? Dus dat gaat helemaal prima. Ook de aardbeetjes doen goed hun best. Dit zijn de vroege, denk ik. De vroege bloeiers. Daar nog eentje, daar nog eentje. En dan hebben we dus nog vier... hoe heet het ook weer? Doorbloeiers. Dat is het. Dus. Maar goed, dat is niet genoeg. We gaan binnenkort nieuw halen. Kennissen van ons die hebben er genoeg. En die zeggen, kom maar halen. Nou, gaan we doen. Ik vind 8 plantjes vind ik nog een beetje te weinig. De... paprika's, die doen het fantastisch. En hier hebben we 1, 2, kijk eens. Daar komt hij al. De zaadjes van Pauline en Jan. Zie je dat? Fantastisch. Hier zit er nog eentje. En kijk, nog eentje. De eerste snijbonen, de eerste stoksnijbonen zijn boven. Geweldig. En dan de augurken. Die doen het ook goed. Ze zijn goed aangeslagen na verplanten. Dus dat is... kijk, ze hangen er alweer een paar aan. En daar... deze doet het echt heel goed, want deze is echt al een stuk gegroeid afgelopen week. En die doet het ook goed. Hier heb ik nog meer gezaaid. Dit zijn ook weer snijbonen. Stoksnijbonen. En... oh, dan moet ik even kijken wat er op staat. Wat had ik hier ook al ingedaan? Oh ja, dit is een luffa. Volgens mij schrijf je het zo. Het is een soort komkommerplant met een... komkommer, dat lijkt op een spons van binnen. En serieus, als je dat droogt, dan kun je dat ook gewoon echt als spons gebruiken. Dit is volgens mij gewoon courgette. Dit is calendula balls.
Een speciaal soort. Dit is een goudbes. Ja, cool. Een goudbes, dat is zo'n plantje met een lampionnetje. Een soort gaasje met een oranje bes. Daar heb ik deze uit gezaaid. Dus ik ben hier heel blij mee. Gaan we proberen. Als je niet probeert, weet je het ook niet. Ik heb peterselie gezaaid. Ik heb... Nou, oh, dit is ook pop... Dit is popmais. Wat is dat dan? Nou ja. Honingmeloen. Komt ook alweer boven, zie ik. En selderie. Salie. Dit is Oost-Indische kers. De geel-oranje versie. Hier heb ik nog watermeloen. Geen idee, want het komt uit de winkel. Dus ik denk niet dat het lukt. Lava's, oftewel magie. Dit is honingmeloen. Dat is van een eerdere zaaipoging. Dit is... Oh, dit is Oost-Indische kers roze. Heel gaaf. Dit is Chinese bieslook. Hier zit munt in. Hier hebben we pruimtomaatjes. En daar staat er nog eentje. Zomaar opgekomen na zaaiing. En hier is dan toch eindelijk een trostomaatje boven gekomen. Oh. Nou ja, heel zuinig op zijn. Hier staan er dus nog twee. Dat waren ook de laatste zaadjes die ik had. Dus hebben we uiteindelijk toch nog drie trostomaten kunnen bemachtigen. Dit zijn zinnia's. Hele mooie bloemen. Daar staan nog twee dahlia's. Hier staan nog drie aardbeienplantjes die ik gezaaid had. Ja, van de 35 zaadjes die ik gezaaid heb, zijn er maar drie opgekomen. Nou, dat was niet echt de moeite. Maar goed, we ploeteren gewoon door. Oh ja, hier heb ik nog meer. De knoflook doet het heel erg goed. En weet je wat dit is? Mosterd. Ha! Ik heb mosterd gezaaid. Mosterdzaadje uit een winkelverpakking voor, nou ja, als kruid. En ik heb het gewoon geprobeerd. En twee kwamen erop. Fantastisch. En deze paprika's, die komen buiten te staan. En die, kijk eens, maakt zijn eerste bloempje. Cool. En daar staan nog 5 mais. Dat is suikermais. Dat is wel echt officiële mais. Dus nou, dan zijn we weer helemaal rond volgens mij. De bessen heb ik ook nog niet laten zien trouwens. Die hebben het wel een beetje moeilijk. Maar dat hadden ze op een plek waar ze eerst stonden ook. Dus dat, ik weet dus niet of het aan de planten ligt. Of aan de ligging misschien. Als iemand daar een antwoord op weet, hoor ik dat graag. Want we willen ze wel graag productief krijgen. Ondanks dat ik ze niet lekker vind zo, wil ik er wel graag limonade van gaan maken. Dus staan ze hier op een goede plek? Dat weet ik niet. Dat was ook maar gewoon een ingeving. Dus als je het antwoord weet, laat het weten. Appelbomen zijn uitgebloeid. We genieten hier echt van. Inmiddels zijn de rhododendrons alweer een beetje aan het uitbloeien. Het mooie is er alweer een beetje af. Ze leken roze, maar ze zijn toch wit. Deze is ook al bijna uitgebloeid. Nou, kijk die roze dan. Die doen het echt super goed. Ik ben heel blij dat we ze rigoureus hebben weggehaald afgelopen zomer. Want het is echt, het was één grote chaos hier. En nu hebben ze gewoon weer een schone lei. Maar ja, klimtakken. Dit was het weer deze week. Ik hoop dat het weer een voldoende was.
We waren nogal druk deze week. Vind je hem weer leuk? Doe dan even gauw een duimpje omhoog. Volgende week hopen we deel 2 van de blokhut klaar te hebben. Wil je ons blijven volgen? Klik dan even op abonneren. Tot de volgende!